Hoi en welkom in les 7 volgens mij alweer van Regeling. In deze les gaan we kijken naar spieren en beweging. Nou, het onderwerp spieren en beweging ga ik onderverdelen in twee lessen. In deze eerste les gaan we alleen maar kijken naar de type spierweefsels en hoe letterlijk een spier samentrekt. We gaan ook een beetje kijken naar hoe het zenuwstelsel daar invloed op heeft. Maar voornamelijk kijken we naar hoe letterlijk zo'n spier samentrekt. En in de tweede les dan gaan we ook wat meer de diepgang zoeken, maar dan gaan we ook kijken naar de relatie van spieren en bijvoorbeeld sporten. En gaan we ook nog verder focussen op hoe het zenuwstelsel invloed uitoefent op de spieren. Goed, maar eerst de leerdoelen voor vandaag. Je weet wat het verschil is tussen glad spierweefsel, dwarsgestreept spierweefsel en hard spierweefsel. Je kunt de bouw en werking van spieren beschrijven. Je kunt uitleggen hoe motorische eindplaatjes de signalen doorgeven aan de spieren. En hier blijven we nog vrij oppervlakkig en in de volgende les gaan we hier verder op kijken. Je kunt uitleggen hoe actinefilamenten en myosinefilamenten zorgen voor contractie. En je kunt op celniveau uitleggen hoe rigor mortis ontstaat. Nou, dat laatste is geen examenstof, maar het is een stukje toepassing. En dat is handig, want vaak bij een examen gaan ze niet precies vragen hoe iets werkt, maar dan moet je het ook in een bepaalde situatie toepassen. Goed, beginnen we. Type spierweefsel. Er zijn drie verschillende typen spierweefsels. Namelijk glad spierweefsel, dwarsgestreept spierweefsel en hard spierweefsel. Kijken we eerst even zo naar het glad spierweefsel, dus naar dit gedeelte. En nog een plaatje. Als ik het in deze les heb over contractie, dan gaat het om samentrekking van de spier. De meeste van jullie weten waarschijnlijk al wat het woordje betekent, maar mocht je dat niet weten, contractie is het samentrekken van spieren. In sommige boeken wordt het woord ook contraheren gebruikt, maar dat woord ga ik zelf niet gebruiken. Maar mocht je dat zien staan, dan weet je dus wat dat betekent. Glad spierweefsel. Kenmerk is dat het langwerpige spiercellen zijn en ze hebben elk een eigen celkern. Daarnaast wordt het geïnnerveerd door het autonome zenuwstelsel. Even herhalen, het autonome zenuwstelsel was het gedeelte waar je geen invloed op uit kunt oefenen. Ook hormonen kunnen zorgen voor contractie. En de contractie die verloopt redelijk traag. Nou, de voorbeelden zijn de spieren in je darmen, rondom je iris, hè, voor je pupilgrootte, de bloedvaten en de vertakkingen in je longen. Hè. Dus dat woordje autonoom, hè. Je hoeft niet bewust over na te denken dat de bloedvaten dat de spieren van je bloedvaten vernauwen of dat je darmen moeten samentrekken. Hè, dat is dus het autonome zenuwstelsel. En hier zie je weer dat voorbeeldje erbij. Ja, ze raken niet snel vermoeid. Dat is ook een kenmerk van glad spierweefsel. Gaan we kijken naar dwarsgestreept spierweefsel. Ja, het woord zegt het al. Je ziet hier dus in een microscopisch plaatje ziet je al die dwarse strepen staan. Wat dat precies is, komen we later op terug. Maar het is opgebouwd uit spiervezels. En wat betekent dat? Ooit in een embryonale stadium, toen waren het allemaal losse spiercellen en die zijn gaan samensmelten. En uit die samensmelting is een spiervezel ontstaan. En dat betekent dus ook dat er meerdere celkernen per vezel zijn, want dit waren vroeger verschillende cellen die dus zijn samengesmolten. Het wordt geïnnerveerd door animale zenuwstelsels, dus daar heb je wel invloed op. Dwarse strepen te zien onder de microscoop, op zich ook wel logisch. De contractie verloopt snel en ze zijn ook snel vermoeid. Dus voorbeelden van dwarsgestreept spierweefsel zijn je skeletspieren. Hè? Daar kun je heb je bewust controle over. Niet alle spieren zitten vast aan je skelet. Hè? Denk maar bijvoorbeeld aan je kringspier, ook bijvoorbeeld bij je mond. Je zit niet direct vast aan een spier, maar heb je wel invloed op. Dan hartspierweefsel. Ze staan allemaal hier al genoemd. Nou, de spiercellen die vormen vertakkingen. Er zijn 1 à 2 celkernen per cel. Daar zijn ook wel dwarse strepen te zien, maar een belangrijk verschil natuurlijk is dat er maar 1, soms 2 celkernen per cel zijn. En ook als je naar hier kijkt, dus die dwarse strepen die zijn wel te zien, maar hoe die is opgebouwd en hoe die samengesteld, daar zie je ook wel verschil onder aan de microscoop. Wordt geïnnerveerd door het autonome zenuwstelsel.
Maar een hart kan ook zijn eigen ritme bepalen met de sinusknoop, maar daar gaan we later nog een keertje over hebben als we het over bloedsomloop hebben. Ook hormonen kunnen invloed hebben op de hartfrequentie en hij is niet vermoeibaar. Goed, gaan we nu dan kijken naar de bouw en werking van spieren. In Binastabel 90C zie je een plaatje. Daar gaan we zo ook, zo ga ik aan de hand van de binas uitleggen hoe de spieren kunnen samentrekken. Maar eerst even de basis, van groot naar klein. Dit is een spier, dit is gewoon een spier. En een spier is opgebouwd uit meerdere spierbundels. Als ik ga inzoomen op zo'n spierbundel, dan zie ik weer dat die zijn opgebouwd uit meerdere spiervezels. En zo'n spiervezel, die is weer opgebouwd uit meerdere spierfibrillen. Worden ook wel eens myofibrillen genoemd. En wat je hier ziet is een motorisch eindplaatje. Dus je hebt hier een zenuwcel. Als daar een signaaltje aankomt, heb je een motorisch eindplaatje en die kan dus een gedeelte van de spier kan die ervoor zorgen dat die samentrekt. Ik wil nu vooral gaan inzoomen op zo'n spierfibril of zo'n myofibril. We hadden het gehad over die dwarse strepen. En je ziet dus dat hier telkens van die dwarse strepen te zien zijn en het gebied tussen twee van die dwarse strepen in wordt een sarcomeer genoemd. Dus dit is een sarcomeer. Als je nu kijkt naar hoe een spier samentrekt, hè, je ziet hier zie je die dwarse strepen. Dus dit is één sarcomeer. En op het moment dat een spier samentrekt, dan schuiven die twee draden, die je ziet, die schuiven zo in elkaar. En dat is samentrekking. Dus dan worden die dwarse strepen, die worden ietsjes dunner. Of tenminste, die gaan wat meer naar elkaar toe. En dat is samentrekking. En wat die draadjes precies doen, daar komen we zo bij. Hier zie je nog een wat duidelijker praatje. Dus dit is één zo'n sarcomeer. Dan heb ik hier een dikke draadje en ik heb hier een dun draadje. En eigenlijk schuiven ze niet in elkaar. Die dikke draadje heeft allemaal kleine voetjes. En die gaan letterlijk trekken die, soort van, alsof iemand een touwtrekwedstrijd aan het doen is, trekt hij die dunne draadjes naar zichzelf toe. Waardoor de sarcomeer dus soort van in elkaar gedrukt wordt. En dat is dus de kern van samentrekking. Goed, we zijn nu heel erg ingezoomd geweest. En nu gaan we weer een beetje uitzoomen, zodat we een beetje het overzicht hebben. Wat we dus hier zagen was dus zo'n spiervezel. En dat waren meerdere celkernen. En we gaan ook zo weer even inzoomen op zo'n myofibril, hè, zo'n spierfibril. Waar je even een handig ding om in je achterhoofd te houden. Het woordje sarco komt heel vaak voor als we het hebben over spieren. Dus als we het over spieren hebben, hebben we het niet over cytoplasma, maar bijvoorbeeld wat je hier ziet staan, sarcoplasma. Dat laag wat om zo'n spiervezel heen zit, hè, we weten nog bijvoorbeeld van de zenuwcellen, bij die uitlopers was de buitenste laag van die Schwann-cel wordt een neurilemma genoemd. Hier wordt het een sarcolemma genoemd. Als we naar dit plaatje kijken, hier onderin, en we hebben het over spieren, dan hebben we het niet over een endoplasmatisch reticulum, maar over een sarcoplasmatisch reticulum. Dus dat woordje sarco verwijst naar spieren. Daar komen we later nog even op terug. Nu ga ik verder nog weer inzoomen op dat stukje van die myofibril, maar dan heb je weer een beetje het overzicht dat je een beetje weet waar we het over hebben. En dan gaan we even dat doen aan de hand van de binas. Als je kijkt op 90C, dan zie je dit plaatje. Dit zit dan eigenlijk onder elkaar, maar dan is die wat meer ingezoomd. Dus zo'n eenheid was een sarcomeer. Ja, die zien we hier ingezoomd. En op het moment dus dat een sarcomeer, op het moment dat de spier samentrekt, dan trekken die voetjes als het ware die twee buitenste dwarse strepen naar elkaar toe. Deze buitenste gedeelte wordt de Z-lijn genoemd, of de Z-schijf. Zie je hier ook staan, dus dat kun je gewoon terugvinden. En die dikke draden die bestaan uit myosine en die dunne draden bestaan uit actine. Hoef je dus niet uit je hoofd te weten, kun je dus terugvinden in je binas.
Hoe dit werkt ga ik zo meteen stap voor stap uitleggen, maar ik laat eerst nog even een stukje film zien waarbij we weer van groot naar klein gaan. Dus ik doe even heel veel herhalingen, want dan blijft het wat beter in je hoofd zitten. Goed, dus we hebben hier een spierbundel, die bestaat uit spiervezels en die bestaat weer uit die spierfibrillen. Zo'n spiervezel die wordt dus geïnerveerd door neuronen, door zenuwcellen. En zodra die dus een signaaltje afgeeft, dan wordt dus in die synaptische spleet, er werden die neurotransmitters afgegeven, waar we volgende les wat meer over naar gaan kijken. En dat zorgt ervoor dat die myofibrillen die in die spiervezel zitten, die gaan dan samentrekken. Nou, hier zie je weer zo'n sarcomeer waar we het net over hadden. Dat is dus één zo'n eenheid met die dikke en die dunne draden. En op het moment dus dat er een impuls aankomt bij dat motorische eindplaatje, dan trekt die dus samen. Nou, dit is wat we net al zagen. Die dikke draden is dus myosine. En die is in het midden verankerd in de M-lijn. Kun je terugvinden in je binas. En die actine die zijn weer verankerd met de Z-lijn. Dus op het moment dat die samentrekt, als je goed kijkt, dan zie je dat die lengte van myosine en actine, die verandert niet. Het enige wat ze doen is die Z-schijven of die Z-lijnen dichter naar elkaar toe brengen. Goed, hier komt even een nieuw stukje en dit ga ik zo meteen ook echt aan de hand van de binas ga ik uitleggen. Maar op het moment dat dus die myosine knopjes of voetjes binden aan actine, dan worden dat cross bridges genoemd. En op die manier trekt die als het ware die actine draad wat meer naar het midden toe. En daarmee dus ook die Z-schijf wat meer naar het midden toe. Dat kost energie. En in die myosine knopjes of kopjes, maar net hoe je het wil noemen, zit ATP opgeslagen. En op het moment dat ATP wordt gehydrolyseerd, dus op het moment dat die een fosfaatje eigenlijk afsplitst, dan zie je dat die van vorm verandert en kan die dus gaan binden aan actine. Het enige probleem is, hij kan dus ook voor beweging zorgen. En dan laat dat ADP en dat fosfaatje laat ook los. Maar het enige probleem is, om weer los te kunnen laten, moet er een nieuw ATP'tje aan binden. Dus hoe werkt het? ATP wordt gebonden, vindt hydrolyse plaats, kan die binden en voor beweging zorgen. En dan kost het weer een nieuw ATP'tje om los te laten. Nou, deze stappen staan in je binas. En die ga ik nu even, want dit ging een beetje snel misschien voor sommigen. Laat ik nu even zien. We beginnen dus bij stap 1. En hier zat hij dus nog vast met zo'n myosine kopje aan die actinefilament. Er moet dus ATP aan worden gebonden, zodat hij los kan laten. Dat zien we dus nu bij stap 2. Er zit nu hier ATP aan vast en nu kan hij loslaten. En dus nogmaals, het kost energie om weer te ontspannen. Op het moment dat er een nieuwe samentrekking wil plaatsvinden, dan moet eerst een fosfaatje worden afgesplitst. Dat zien we bij 3 gebeuren. Hè? Dat gebeurt door hydrolyse. Nou, als dat is gebeurd, kan die zich weer binden. Hè? Kan er weer een crossbridge worden gevormd. En kan er dus beweging plaatsvinden. En dan laat uiteindelijk ook dat ADP met dat los fosfaatje laat ook helemaal los van dat myosine kopje. En wil dat dan weer loslaten? Nou, gaan we weer terug naar dit stapje. Moet er weer ATP aan worden gebonden? Dus, dat is wat we net zagen. Waar we nu naar gaan kijken is, hoe zorgt nu het lichaam ervoor dat, even een stapje terug, dat dit proces alleen maar kan plaatsvinden wanneer het moet plaatsvinden. He, dus dat niet op elk willekeurig moment, als maar een ATP'tje hieraan gaat binden en dat wordt afgesplitst, dat die gewoon gaat samentrekken, want dat wordt heel lastig. Nou, daar gaan we nu naar kijken. Hier zie je weer die actine, hier zie je weer myosine en hier zie je calciumionen. Op het moment dat er een impuls aan een spier wordt gegeven, dan komt er calcium vrij. En calcium kan binden aan troponin, of troponine in het Nederlands, en dat zit vast aan het actine. Hier zie je eigenlijk nog actine in een soort van gesloten versie. En op het moment dat calcium er gaat binden, dan gaat hij van zijn slotje af. En dan zie je dat al die gele puntjes die komen, die worden nu wat beter beschikbaar. Dat zijn de bindplaatsen.
En op het moment dus dat calcium gaat binden aan troponine, dan verandert actine een beetje van vorm, waardoor dus die motorische voetjes daar makkelijker aan kunnen binden en dan kan er samentrekking plaatsvinden. Dus die actine moet wel eerst van het slotje af worden gehaald door calciumionen voordat er samentrekking kan plaatsvinden. Goed. Gaan we weer even een stapje terug. We hadden het net gehad over weer die spiervezel en die myofibrillen. En je moet je even voorstellen dat hier dus een zenuwcel zit. En die dus met een motorisch eindplaatje dus een impuls afgeeft. Nou, net als wat we toen bij impulsoverdracht en bij neurale regulatie hadden gezien. Wordt zo'n impuls wordt soort van op deze manier doorgegeven doordat hier allemaal natriumkanalen open en dicht kunnen gaan. En zo wordt zo'n actiepotentiaal wordt doorgegeven. Nou, als zo'n eindplaatje dus hieraan vast zit, zie je al die gele gangen hier zitten door die hier dwars doorheen lopen. Als er een impuls wordt afgegeven, dan wordt die actiepotentiaal hier langs doorgegeven door de spiervezel heen. En zo komt het dus ook bij al die myofibrillen terecht. En, hier zie je ze ook allemaal lopen. En op die manier kan dus zo'n spier allemaal tegelijkertijd gaan samentrekken. En dat worden T-tubulen genoemd. Die zie je hier staan. Wat er vervolgens gebeurt, die T-tubulen, die zie je dat die onder dat sarcoplasmatisch reticulum heen zitten. Hier zitten die calciumionen in. Waar ik het net over had. Dus dat impuls die wordt hier langs door die tubulus wordt die doorgegeven naar het sarcoplasmatisch reticulum. Die geeft ze calciumionen af en dan kan een spier gaan samentrekken. Nou, hoe ziet dat er even wat schematischer uit? Dus hier heb je die neurotransmitters zitten. Die actiepotentiaal die wordt zo via de T-tubule wordt hier zo doorgegeven. Komt dus bij het sarcoplasmatisch reticulum aan. Die zit volgepompt met calciumionen. En dat gaat dus nu naar die actinefilamenten toe. Die wordt van zijn slotje afgehaald. En dan kan er samentrekking plaatsvinden. Dat is een beetje hoe het werkt. Dus als je nu met het oog, als je hier naar gaat kijken, doen we het weer even met bewegend beeld. Dus we hebben weer die calciumionen. Die binden dus aan dat troponine, wat op dat actine vastzit. Wordt van zijn slotje afgehaald. Nu kan er een crossbridge worden gevormd met die bindplaatsen. En kan samentrekking plaatsvinden. En dat wordt dus veroorzaakt door die zenuwcellen. Dus we hadden geleerd, zo'n impuls die wordt afgegeven. En als die aankomt bij het eindplaatje, dan komen die neurotransmitters vrij. En dan gaan die poortjes gaan open en dan ontstaat er een actiepotentiaal. En die actiepotentiaal zie je zo meteen linksom. Het groenige ding wordt doorgegeven aan die T-tubule en die geeft weer door aan het sarcoplasmatisch reticulum. En je ziet dat calcium komt vrij. En dan kan die samentrekken. En je kan je voorstellen als veel van die spiervezels, veel van die myofibrillen samentrekken, dat dus uiteindelijk zo'n spier korter en dikker wordt. En dat is dus ook wat er gebeurt bij spiercontractie. Goed, dan het praktijkvoorbeeldje. Rigor mortis. Wat betekent dat? Rigor mortis is het verstijven van het lichaam na 2 tot 6 uur na het overlijden. Wordt ook wel lijkstijfheid genoemd. En dan heb ik hier een plaatje van Billie Holiday, een beroemde jazzzangeres uit de vorige eeuw. En waarom gebruik ik haar in dit voorbeeldje? Zij is als kleinkind zat zij ooit op schoot bij haar oma en is toen in slaap gevallen. Haar oma is ook in slaap gevallen. Alleen Billie die werd na een aantal uren weer wakker, maar oma werd niet meer wakker. En zij is dus soort van in de armen van haar oma in slaap gevallen. Maar het lugubere hiervan is, in die paar uur is rigor mortis al opgetreden en Billie kon dus niet meer uit de armen van haar oma. En ze hebben dus letterlijk de armen moeten breken van haar oma om haar vrij te krijgen. Nou, dat is een wat luguber voorbeeld. Maar we gaan nu kijken hoe dat dus op celniveau zit. Hier hebben we het net over gehad.
Calcium-ionen die komen vrij en dan kan een spier gaan samentrekken. In een rusttoestand, als je dus je spieren niet samentrekken, zit al dat calcium zit opgeslagen in het sarcoplasmatisch reticulum. En de concentratie van dat calcium hier binnen is 1000, en volgens sommige boeken 2000, en volgens andere boeken nog hoger, maar in ieder geval een stuk hoger dan in het sarcoplasma. Met andere woorden, het moet met actief transport moet het naar binnen worden gepompt. En het kost ook heel veel ATP en heel veel energie om dat binnen dat sarcoplasmatisch reticulum te houden. Op het moment dat je overlijdt, is nog niet meteen al het zuurstof uit jouw lichaam. He, dus dat de bloedcirculatie stopt, maar er zit nog wat zuurstof in je lichaam en er vindt nog stofwisseling plaats. Maar na een tijdje is er geen ATP meer beschikbaar rondom dat sarcoplasmatisch reticulum, waardoor dat sarcoplasmatisch reticulum niet meer zijn calcium-ionen binnen kan houden. Dus dat begint eruit te lekken. Nou, vervolgens komt dat calcium dus hier terecht, gaat dus binden aan troponine, waardoor dus er spiercontractie wordt veroorzaakt. Hè. Er zit nog ATP, zit nog opgeslagen in die myosinefilamenten, dus die gaan gewoon nu samentrekken. Maar waar ik het net over heb gehad, het kost ATP ook om je spier weer actief te laten ontspannen. Dus zolang dat calcium hier zit, zal die vooral die samentrekkende beweging doen. Maar vervolgens is al het ATP een keertje op en al dat calcium blijft hier natuurlijk nog zitten. Dus je spier gaat niet meer ontspannen. En dus ontstaat er lijkstijfheid. Dus iemand kan dus als hij in een bepaalde positie is overleden, blijft hij dus ook nog een best wel een lange tijd blijft hij nog eens in die houding. Dus dat heeft vooral met dit stukje, als we weer teruggaan naar de BINAS, hè, je zou dit aan de hand van je BINAS moeten uitleggen. He, dus je zit dus in deze toestand, maar het kost dus weer energie om je spier te laten ontspannen. He, en normaal gesproken kan dus op het moment dat jij gaat ontspannen, dan kost het weer heel veel energie om al dat calcium weer in je sarcoplasmatisch reticulum in te pompen, waardoor je spier weer kan ontspannen, he, dat deze weer uit elkaar kunnen gaan. Goed, hier wil ik het even belaten. Mocht je nog andere filmpjes willen bekijken, kijk dan ook op het YouTube-kanaal van Biologie met Joost of NG Biologie. En in de volgende les gaan we dus verder met spieren en beweging. En dan gaan we dus ook wat meer op een andere manier nog verdieping zoeken bij dit onderwerp.